Mijn geluid zelf zachter, anders hoor ik me in de echo. Hallo allemaal. Hoi Marlies, gezellig dat je even meekijkt. Even het blok laten zien, het nieuwe blok van Elisabeth Craft Designs. Ik heb er gewoon al eentje liggen hier. Hoi Anita, gezellig. Het is weer een super leuk dik gevuld boekwerk van Elisabeth Craft Designs. The Book 2. Hoi Denise, gezellig dat je even meekijkt. Hoi hoi Eugenie. Ik heb deze vandaag opgehaald voor Femke en verstuurd. En ik heb er stiekem eentje uit de verpakking gehaald om vanavond even te laten zien. Dus vandaar dat ik er al één op mijn bureau heb liggen. We gaan er even zo meteen doorheen bladeren. Hoi hoi Janneke, gezellig dat je meekijkt. Lang geleden dat ik even live was. Even een kleine rustperiode ingebouwd op knutselgebied. Badkamer verbouwen achter de rug. Hey Kim, gezellig. Deze ga jij echt willen hebben hoor. De vorige had je misgegrepen, dat weet ik nog wel. Ja, hij is inderdaad erg mooi, Eugenie. Ik had in mijn vorige bericht dat ik even de link al erbij gezet van deze. Die zullen we hier ook nog wel even bijzetten, een paar keer denk ik. Mijn collega's die meekijken kunnen dat misschien doen. Ja, ja. Ja, alleen maar braaf kijken Kim, dat is goed. Hoi hoi. Ja, daar staat klein spruit, maar ik denk dat... Klein spruit staat er, ja. Hoi, hoi. Ja, Eugenie, ik ben ook gek op papier. Wie niet? Ik ben echt gek op designpapier. Ik ben alleen niet zo gek op het kopen ervan. Kost allemaal maar geld, maar goed. We gaan er maar gewoon lekker doorheen bladeren, denk ik. Waar bestaat het blok uit? Het bestaat uit 32... dubbelzijdig papier van 120 gram en 32 dubbelzijdig papier van 250 gram. Is Wendy. Oké, kijk. Dus klein spruit, dat is Wendy. Nou, ik ga hem proberen te onthouden. Hey Femke. Daar zit ik dan met al één blok van jou. Stiekem uit je verpakken, uit je doos gehaald. Nee, niet stiekem. Het
zit dus 32 keer 120 gram in, 32 keer 250 gram. En het is eigenlijk dan hetzelfde, zeg maar. Dus je hebt het 120 grams en de 250 grams. Dat is eigenlijk dezelfde... zijn dezelfde patroontjes, zeg maar. Alleen het ene is wat steviger als de andere. Laten we maar doorheen gaan kijken. Nou, op de voorkant kun je eigenlijk al zien dat er een wat rossig biertje in zit. Hallo Kim, rosse. Onze Kim is namelijk vanaf roze. Er zit wat geel papier in. Dat vind ik wel echt heel erg zomers. Ik heb hier alleen nu wel mijn... Even kijken, nee, de zon is nog niet onder. Ik heb hier een doorzonkamer, dus... een doorzonkamer, dus de zon schijnt heel erg naar binnen. Ik heb ze straks even getest, dat zag er niet zo heel mooi uit. Dus ik denk, doe het toch met licht aan. En misschien als daar de zon onder is, kan ik het rolluik wel weer omhoog gooien. Maar dat zien we zo wel. Volgens mij is het goed te zien zo. Nou, daar gaan we. Het is gewoon een soort boekwerk, zeg maar. Het is mooi gebonden ook. En je kan de pagina's er volgens mij via een scheurrand, kun je dat eruit scheuren. Dan heb je de eerste pagina. Dit is echt wel heel erg foyerachtig. Met wat plaatjes van wat kruiden, zeg maar. Die kun je dan uitknippen en ergens weer opplakken. Verschillende soorten kruiden. Ik denk wel heel erg leuk voor op je projecten. Het is natuurlijk gemaakt voor de planners en dat soort dingen. Maar volgens mij kun je het ook allemaal heel goed gebruiken in andere projecten hoor. Het is een beetje scriptpapier wat erachter zit. Een soort woordenboek eigenlijk. Dit is de achterkant. Dit is het woordenboek zeg maar. Er zijn wat woorden omcirkeld. Hier bijvoorbeeld de hummingbird. Nou, die staat dan ook afgebeeld. Dat is wel heel erg grappig. En dit is dan dat dunnere papier. Dit is echt 120 gram. Dus dat kun je echt heel gemakkelijk gebruiken om ergens op. Als pagina zou dit denk ik wat te dun zijn. Maar goed, dat weet ik natuurlijk ook niet precies. Nou, dit zijn wat cijfers die je los zou kunnen uitknippen. Bijvoorbeeld de datum. 3 mei bijvoorbeeld. It's my birthday. ergens in de 20 mei. Dat is Kim jarig volgens mij. of een weeknummer zou je ook nog kunnen doen. Hartstikke leuk. De achterkant is dan weer een soort script. Een vogeltje erop. Ik heb echt geen idee. Ik denk een vink. Maar Kim, waarschijnlijk weet jij dat beter. Ik weet het echt niet. Het script zit hier op de achterkant. Ook superleuk. En een beetje Engels-Duits-achtig is het zo te zien. Soms is het ook onleesbaar hoor. Ja. 22. Zie je ergens in de 20. Hey Monique, gezellig dat je even meekijkt. Nou, dit is ook weer script. En dit is allemaal een beetje bruine, grijzige tinten. Een putter. Oké. Een putter. Dankjewel, Ria. Nou, hier zijn allemaal stroken. Die kun je los uitknippen. Je kan ze natuurlijk ook zo gebruiken. Allemaal stroken, denk ik, van het designpapier wat weer terug gaat komen. Nou, dit is dan weer een heel effen blad. Dit vind ik dan echt heel erg mooi. Dat zou ik heel mooi vinden om te gebruiken. Dit zijn allemaal soort van tags, labels. En hier kun je datums opschrijven, onderwerpen. Je kan er een gaatje in ponzen om het ergens wat dichterbij laten zien. Even kijken waar mijn camera zit daar. Hier, description date kun je erbij zetten. Dat is wel heel grappig om aan je, op een foto of, een, of iets dergelijks erbij te plakken. Hi Esther, gezellig als je meekijkt. Ja, hi Ria. Je viel binnen met de naam van de vogel. Geweldig. Ja, dit is een... ja, wat is het? Mavericks? Foreman? Geen idee wat het is. Color Class? Geen idee. Dit is een... geen idee wat het is. Iemand? Iets met de... jaartelling of iets dergelijks. Ik heb echt geen idee. Klok. Nou,
En dit is dan de tegenovergestelde, zo gezegd. Deze is in het wit. Maar hier heb je weer een krant of iets dergelijks. Altijd mooi om ergens tussen te steken. Kompas. En blij dat jullie er allemaal zijn om me te helpen. Zonnewijzer zou ook nog kunnen, ja. Ja. Met een kompas erbij, inderdaad. Ja. Soort van krantenpapier. Nou, S, deze weet jij ook. Een ordeformulier, ja, daar lijkt het ook op, inderdaad, deze. Ja, of een rapportkaart, dat kan ook nog. Deze is ook mooi, dat is groen. Dit zijn, denk ik, kruisbessen. Maar dat weet S vast wel. Maar ik ben kruisbessen. Nou, een onwijs mooie kleur dit, hoor. En dat is allemaal weer heel mooi op elkaar afgestemd, zoals je kan zien. Zie je, het past allemaal heel mooi bij elkaar. Ja, het is echt heel mooi, hoor, Eugenie. Echt heel mooi. Nou, hier staat The Book of Me. Dus dat zal je dan weer kunnen gebruiken in je planner of in je album wat je gaat maken. Ja, dat denk ik ook. Dan zitten er nog 28 uit de doos. Want het blonde ik dacht, let op. Dit is de voorkant. Dit is de achterkant. En ik dacht dat het twee blokken waren. En dat was dus niet zo. Dus ik heb twee blokken liggen hier. Dat is leuk, hè, die raadsels. Ik maak er maar direct een quiz van. Maar het kruisbessen, toch? Ja, jij gewonnen. Nou, de Book of Me zou je dus ook als mooi als titel kunnen gebruiken. Hier weer een, dit lijkt wel een soort telefoonboek of iets dergelijks. Ik kan het bijna niet zien. Ik kan het ook echt niet lezen en ik heb mijn bril niet op. Dus ik kan helemaal niks lezen. Volgens mij staat mijn naam er niet tussen. Nou, dit is weer van die swirl, zeg maar. Nou, dat past weer onwijs mooi, bijvoorbeeld bij die pagina. Ja, we maken er een wedstrijd van. Ja, geweldig. Nou, deze ken ik dan weer wel. Ja, het klopt hem stap voor Kim, ja. Vandaar dat het zo klein is, want het zijn er zoveel. Nou, dit is ook weer een hele mooie groene kleur. De zon is nog niet onder, dus ik kan nog geen daglicht erbij gooien. Nou, dit herken ik dan weer wel. Dat is als ik voor mijn ogen moet gaan. Dat moet ondertussen ook wel weer een keer, denk ik. Maar goed, steek je gewoon als kop in het zand. Nou, ik denk dat een van de meiden wel een linkje erin kan gooien. Ja, nu kom ik wel heel ver, want ik kan het nu zo op mijn neus kijken, zeg maar. Ik kom nu tot hier. Nee, deze kan ik allemaal lezen, Kim. Dit gaat. Gelukkig nog maar. Hoi, Jacinthe. Wat leuk dat je even meekijkt. Gezellig. Bijna vakantie zeker, Jacinthe. Oh, deze is ook mooi, jongens. Kijk eens. Dit is dan weer het, ik denk een woordenboek. Wat denken jullie? Met een roos daar heel vaag in de achtergrond ingetekend. En dat past dan weer heel mooi bij dat groenige van al die andere pagina's. Ja, mooie combi. Hopsakee. Past al heel mooi bij elkaar, inderdaad. Dit is nog steeds het dunne papier. Hé, hey, Annette, wat goed! Lekker hoor, lekker vakantie, Jacinthe. Lekker mijn mama naar de tuin, denk ik. Nou, je labels die kun je gewoon lekker uitknippen. Je zou ze nog kunnen verstevigen. En op de achterkant ook een soort van labels. Die kan je dan ook uitknippen. Of je gebruikt dit als een achtergrondvel. Ik zou dit dan gaan losknippen, denk ik. Hier weer een eindelijk, zegt ze. Oh, was ze zo toe aan vakantie, joh. Ja, het is wat die kids, hè? Nou, het scripten achtergrondvel, ook superleuk. Nou, Kim heeft ondertussen de link erin gezet. Dus die staat erin, jongens.
Hi, Dineke. Ja, het is echt heel mooi, inderdaad. Ja, ze had er al best wel veel besteld, hoor. Er zat nog veel meer leuks in die doos, maar dat moeten ze dan maar morgen even laten zien. Er zaten nog stansen in en wat stempels in. Dus, nou, dan gaan we naar een heel ander kleurtje, oranje. Dit is wel echt heel zomers. Het is wel heel mooi, hoor. Ik hou hier wel van. Denk ik. Ik hoop dat je de kleur een beetje goed kan zien. Maar dit is dus een oranjeachtige tint. Hier heb je dan weer labels. Hier heb je dan weer de jutter. Volgens mij was het de jutter. Hier een konijn. Wat bloemen. Heel fel oranje, roze. Super mooi. Nou, dit is een wat rustiger achtergrondvel. Weer een stuk uit het woordenboek. Maar dan wat duidelijker, want hij zat er al een keer in hier. En hier was hij wat waziger, wat cremmiger en hier is hij wat bruiniger van kleur. Ja, de putter. Oh, de jutter zei ik. Ik was het alweer vergeten. Lekker slim bij mij, hè? Oh, 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 oh. Hele oranje pagina. En dan hier, ja, wat zijn dit? S? S is van de tuin natuurlijk. Geen idee. Ik ben wel heel erg putzig, ja. Zal ik het opschrijven dat ik het dadelijk niet vergeet? Dan zeg ik dadelijk weer jutter. Het is een beetje geel-oranje-achtige pagina. Geen idee wat dit voor vruchten zijn. We gaan het zo beleven, denk ik, als S even het weet. Ik weet het namelijk echt niet. En dan is dit... nou, daar hebben we weer een vogel. Fruit. Ja, dat is een goeie. Paprika. Ja, dat kan. In ieder geval dichtbij zien. Doen we even voor. Kun je het goed zien. Granaatappel. Dat zou ook nog kunnen. En dan hebben we hier nog een vogel. Nou, kom maar op, dames. Ik ben niet zo goed in vogels. Ik vind ze wel ontzettend leuk in mijn tuin. Maar het is wel een hele mooie pagina dit ook, hoor. Dat oranje en dat gelige. Een rode kardinaal. Oké. Kardinaal en geen die vogel. Oh, ik ga helemaal stuk hier. Oh, Esther toch. Ja. Nou, hier een pagina met wat rozen. Dat vind ik dan weer wel. En een pagina met aantekeningen. Iemand die zijn, weet ik veel, zijn iets bijgehouden heeft. Het is wel mooi gedaan. Het is net echt. Nou, twee wat effene pagina's. Phoenix en een kardinaal zie ik staan. En een Angry Bird. Dus ik ben benieuwd. Dus dit zijn weer even pagina's. Dit is een geel stippeltje. Ook ontzettend leuk. Die past ook wel weer mooi natuurlijk hierbij. Dit past ook weer bij het oranje eigenlijk wel. Het is weer een beetje mijn schoolwerk. Dat gekriebel op. Ja, dat kan. Ja. Ook een hele mooie pagina. Nou, nog meer schoolwerk, S. Allemaal door naar de rozen. Ja, volgens mij wel. Hier. Er zitten echt allemaal doorntjes aan, inderdaad. Ik vind hem dan in verhouding met de andere pagina's wat minder leuk, deze. Ja, Annette, inderdaad, voor de bijtjes en de honingkraten, heel mooi. Natuurlijk nog een heel leuk honingpakketje. Door een rode kardinaal, oké. Door een roosje, ja, dat kan.
Door het roosje. Ja. Weer meer schoolwerk van S. S heeft ook meegewerkt aan dit boek. En dit is weer meer het, richting het okergeelachtig, een beetje bruin tinten doorheen. Nou, heel mooi. Je zit heel vaag, zit er een achtergrond in. En dan heb ik hier nog een F-pagina. En hier staat lemonade. Nou, met citroenen, die herken ik dan weer wel. En wat tickets. Ja, het is inderdaad een heel mooi boek. Dit is dan weer wat effener, zeg maar. Geel, en hier zit geel-oranje in. Beetje donker, geel. Alle kleurtjes. Ja, honingpakketje is echt leuk, inderdaad. Die moet je herkennen, ja. Niet vertellen, S. Sst. Heerlijk, limoncello. Mijn buurvrouw die vindt dat ook, zeg maar. Ja. Ik krijg er alleen zo'n hoofdpijn van een dag later. Maar goed. Nou, de volgende pagina's weet je, zijn wat datums of zo, lijkt het wel. Ja, en wat bedragen. Dit is ook echt wel hele leuk hoor, jongens. Dit is een... Er zitten allemaal kleine tekstjes in. Kijk of ik het een beetje kan laten zien. Dit is allemaal op labels. Maar dit is gewoon allemaal kleine labeltjes zo te zien. Maar je zou ook rondom kunnen uitknippen. Superleuk. En ook echt allemaal leuke teksten. We didn't realize we were making memories. We just knew we were having fun. Nou, dat is wel zo natuurlijk. No need to hurry, no need to sparkle, no need to be anything but yourself. Ja, dat klopt hè. This happened. Nou, die kun je allemaal bij je... fotootjes plakken. Ondertussen zit ik mee te lezen. Ja, als je niet. We nemen ook de goeie, maar we nemen echt te veel. Dat is het echt gewoon. Annette, ik weet uit betrouwbare bron dat we er best wel wat hebben. Dus ik zou, als je hem echt wil hebben, zou ik inderdaad heel snel bestellen. Goed zo. Nou, de achterkant van deze zijn die tekstlabels. Dus dan moet je een keuze maken. Gebruik je die labeltjes of gebruik je deze. Maar goed, daar zit er nog een keer in natuurlijk. Meer water daarna, ja. Dat zou ook nog kunnen. Ja, dan weer nog een keer al die cijfers. Nou, die hadden we al een keer gezien, maar dan in een andere... Tevoren aan, volgens mij. In een andere... Ja, dit waren de cijfers zo. En dit zijn ze zo. Andere, hoe noem je dat? Design. Kom maar bij mijn bestelling. Oh, daar gaan we. Dan komt het roze... Deeltje Kim, let je op. Nou, Kim, hier kun je zelf alles opschrijven. Alles wat we doen voor Kim, ja. Er staan wel leuke dingen op stapel, al zeggen we het zelf. Dit is wel een hele mooie pagina, Kim. En ook wel heel roze. Die had wel heel mooi bij mijn roze project gepast, denk ik. Goed zo, Eugenie. Esther wil hem ook. Dus de achterkant weer. Nou, dat past weer allemaal overal hartstikke mooi bij. Nog wat van het schoolwerk van Esther. Ik denk dat dit de rekenwerk is, zo te zien. Ja, zo te zien wel. Of was het boekhouden? Dat zou ook nog kunnen. Nou, hier nog een roze vel. Allemaal stukjes tekst. Dit is een platte grond. Van Florence met een Z. Zal de vroegere spelling wel zijn. Dit is ook een roze vel. Kastboek. Ja, wiskunde. Het rapport, ja, dat kan ook nog.
Even kijken. Ondertussen, ik ben een beetje afgeleid door jullie geklep. Maar dat maakt niet uit, hè. Mocht je nou dit boek bestellen, dat is hartstikke leuk. Moet je vooral zeker doen dit weekend. Want als je nou voor 39,95 bestelt, dan krijg je er nog een leuk cadeautje bij. En met dit boek ben je natuurlijk al best een eentje onderweg. Nog een keer een kaart. En een roze velletje, speciaal voor Kim. En dan hier in het roze nog een keer de cijfers. Het is alleen jammer, ik heb geen dubbele 2, Kim. Kun je niet op een andere dag jarig zijn, want dan kunnen we er wel 22 van maken. Nu, ja, ik weet niet wanneer de actie ingegaan is. Volgens mij is de actie al ingegaan. Dat je bij een besteding van 39,95 krijg je een gratis gouden oude pakketje erbij. Gouden oude vakantiepakket of zo, hebben we hem genoemd. En dat is superleuk ook. En nou ja, als je met dit blok al en op weg bent, dan ben ik door de dunne blaadjes heen. Dus eigenlijk hebben we alles nu gezien. Als jullie zeggen, nou ga er nog maar een keer doorheen en de dikke vellen, dan doe ik dat. En anders dan gaan we hem afsluiten. Maar met alle liefde doe ik hem nog een keer laten zien hoor. Dus wat jullie willen. Ik weet niet of iedereen echt al gezien heeft wat het allemaal inhoudt. Het is een super mooi blok. Het is zeker de moeite waard. Oh Kim, ja. En nu hè. Ja. Ik wacht, ik laat je nog even de roze pagina's zien. Speciaal voor jou. Dus dit is echt dat dunne papier. En hier merk je wel dit. Oh, zal ik ook de roze laten zien in de dikke. Dit is het wat dikkere papier. Oh. Zie je, er was een code voor. Als je hem nou niet hebt ingevuld, die code, moet je misschien even een mailtje achteraan sturen. Dan kunnen ze. Ja, deze is de mooiste. Maar dan kunnen ze misschien nog erbij doen, het pakketje. Het was bij besteding van 39,95 uit mijn hoofd. Misschien dat iemand wil kijken daarvoor. En dan krijg je er een hartstikke leuk setje bij. Het setje is ook los te koop. En het is echt een onwijs leuk setje. Want het zijn allemaal projecten die we allemaal al eerder gemaakt hebben. We hebben nou de weekendknaller. Ik weet niet of je hem al gezien hebt, de weekendknaller. Het groene deel nog een keer, tuurlijk. Ondertussen praat ik weer door. De weekendknaller. Ja, doe ik, Dorien. Ik ga het groene deel nog een keer voor jou doen. Even nadenken weer. Ik ben het nog wel snel kwijt. De weekendknaller. Dit weekend krijg je gratis bij je bestelling van 39,95. Krijg je een leuk pakketje. We hebben dat het gouden oude pakket genoemd. In de groep ergens staat een bericht van Femke waar het in staat. Dus nou, dan krijg je gewoon een pakketje erbij waarmee je 5 leuke cadeautjes kan maken. En inderdaad wat Yvonne nu zegt, losse verkoop is 3,95. Dus zoek even het berichtje op. En mocht je nou wel op de knop bestellen geduwd hebben, dan stuur er even een mailtje achteraan. Denk dat het dan wel goed komt. Het groene deel voor de ring. Ik heb nu de dikke vellen. Dikke vellen, 250 grams, hartstikke mooi papier. Het is A4, maar niet helemaal volgens mij. Dat heb ik nog niet gemeten, want hij is 19. En een A4 is natuurlijk 21, want dit is dus 19. Bij 25,5 en een A4 is natuurlijk 29,3 of zo. Dus hij is net niet A4, maar wel heel mooi. Nou, het groene gedeelte. Dit was even de kruisbessen. Dankjewel, Monique. Even groen hier weer. De tekst. The Book of Me. Wat je kan gebruiken in je planner of op je album. Wat je zelf leuk vindt. Hier weer de. Ja, we hebben net besloten dat dit het klantenbestand van Kimia was, omdat het zulke kleine lettertjes waren. Uiteindelijk denk ik dat het of een telefoonboek is of iets dergelijks. Nu de swirls weer met een beetje groen roestbruin erin.
Weer een effe kleur. Weer de letters voor de opticien. Die kan ze allemaal lezen vandaag. Zonder bril. Gaat helemaal goed. Ja, daar lijkt het wel op. Nou ja, dit lijkt mij niet biologie, zeg maar. Maar, hier is wel een woordenboek in. Want hier hebben we weer een woordenboek. Met op de achtergrond een mooie rozen. Hier weer de tickets. Volgens mij was dit het groen hoor, Dorien. Dit was weer het oranje. Het woordenboek. Een oranje vel weer. Nou, dit waren, we denken, de granaatappels. Denken we, met z'n allen. De niet niks zeggen. Rode kardinaal. Ik ben... Ja, dit is hetzelfde blok hoor, Yvonne. Alleen dit zijn de dikkere blaadjes. Het zit in één blok. Oh, je bedoelt het eerste blok, denk ik. Wat hiervoor zat. Ja, boek 1. Nou, dit is Esther de Schoolwerk. Die heeft ook meegedaan aan het boek. Ja, de effenpagina's. Ja, wat geel. En zo straks werd al gezegd, het past hartstikke mooi bij het honingpakket ook. Of iets met bijtjes, bloemetjes, noem het allemaal op. Kijk, hier zitten wat vliegjes bij. Nou, dit is weer het schoolwerk van S. Ja, die heb ik toen samen met Kim laten zien bij Kimja zelf, volgens mij. Toen waren wij daar toevallig. Toen hebben we dat blok ook laten zien. Dat was, toen heeft Kim hem niet gekocht. Daar heeft ze nog steeds spijt van, geloof ik. Dus, nou, hier weer de effenvellen. De lemonade, of de limoncello, zoals we dat zo straks omgedoopt hebben. Waar ik, nou, vind ik wel lekker, zeg maar. Mag ik het zo zeggen? Ik denk het wel, hè? Ja. Nou, weer wat effere kleuren. Ik denk voor in je planner, en dat wel echt superleuk is dit. En dan hier weer de leuke tekstjes. En dan hebben we hier weer de labels en weer de cijfers. Nou, dan gaan we nog even speciaal voor Kim naar het roze gedeelte. Moeten we wel uitkijken dat hij niet helemaal los schiet. Hartstikke leuk. Hij is wel nu los, maar dat maakt niet uit. Nou, eerst de boekhoudwerk. En dan hier een kaart weer. Met tickets allemaal bij elkaar. Weer wat tickets, weer wat dingen. Nou, hartstikke mooi. En dan was dit het boek. Er is wel één blaadje nu in losgekomen. Dus ik ben bang dat ik hem dan moet kopen. Of naar een van mijn dt-maatjes moet sturen uiteindelijk. Maar dat komt wel goed. Zo jongens. Dat was hem. Het boek 2 van Elisabeth Craft Designs. En nou, volgens mij is het wel weer een hit. Dus als je hem echt wil hebben... Dan zou ik er echt niet te lang mee wachten. De link is al in het berichtje gezet door iemand van mijn DT-collega's. En ik denk dat ik dat wel ergens heb, Bo. Dus ik denk dat we er dan wel zijn. We hebben dan het boek bekeken. En ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ik was even snel laten kijken, omdat ik hem toevallig al in huis heb. Dat kan gewoon gebeuren. En ik zou zeggen, een hele fijne avond verder nog allemaal. En tot een volgende keer, want die komt er alweer. Dus ik zou zeggen, doei doei.